Het huiswerk maken, pianoles. Of aan speelgoed dat steeds stuk gaat, ook de pest. Oh, kijk dan maar. En voor wie en de rest. Allemaal. En voor wie en de rest. Wat nog harder. En voor wie en de rest. Nog een keer. En voor wie en de rest. En jongens en meisjes, hier is hij dan. De slimste, de sterkste, de meest intelligente jongen van de hele wereld. Ja, heus. En ook bovenin. En voor wie en de rest. Met z'n allen. En voor wie en de rest. Maar jongens en meisjes, ik ben natuurlijk niet alleen gekomen. Ik heb iemand meegenomen. Het is mijn allerbeste vriend. Hij is niet zo slim. Hij is wel heel erg vrolijk. Ik wil een keihard applaus, want hier is die Bobby. En zing maar mee. En voor wie en de rest. Met z'n allen. En voor wie en de rest. Jongens en meisjes, hebben jullie Bobby gezien? Hebben jullie Bobby gezien? Hebben jullie Bobby gezien? Ernst? Hallo? 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 Wie is dit? Sinterklaas! Jongens en meisjes, het is Sinterklaas! Ernst? Hallo Sinterklaas? Zijn er al kinderen? Jongens en meisjes, zijn er al kinderen? Natuurlijk, Sinterklaas, we zitten allemaal te wachten. Hey Ernst, dan weet je toch wel wat jullie moeten zingen? Wat? Sinterklaas, je komt maar binnen. Oh, Sinterklaas, we hebben een hele goede. En dan kom ik. Dan gaan we met de band en met z'n allen. Sinterklaas, je komt maar binnen met z'n allen. Zing maar. Sinterklaas, je komt maar binnen met je knecht. Want we zitten allemaal in. Wat ben je aan het doen? Oh, jij bent het. Ernst, wat leuk dat je er bent. Wat ben je aan het doen, soepkip? Nou, ik dacht ik doe en Sinterklaas en Bobby. Dan krijg je twee voor de prijs van één. Nou, hou daarmee op, zeg. Niet goed? Bobby, waar is Sinterklaas? Dat weet ik veel. Bobby, dadelijk komt Sinterklaas en dan ziet hij dat jij er zo uitziet. Jongens en meisjes, hebben jullie Sinterklaas gezien? Oh, daar heb je Ernst. Ernst, daar is een rijmpjespiet. Dan zit hallo. Sinterklaas er ook vast hallo, bij. Hallo Ernst, hallo Bobby. Sinterklaas. Sinterklaas komt eraan hoor, wees maar niet bang. Een paar minuten wachten nog. Dat is toch niet zo lang? Hij is samen met zijn paard en hoofd en wegwijspiet. Dus maak je maar geen zorgen, want misgaan kan het niet. Ja, misgaan. Maar Ernst, wacht eens even, ik krijg ineens een goed idee. Wat dan? Zullen we aan de rijmpjespiet vragen of hij alle artiesten kan aankondigen met een rijmpje? Vind je dat een goed idee, jongens en meisjes? Ga maar doen. Rijmpjespiet, zou jij alle artiesten willen aankondigen met een rijmpje? Oh ja, graag, dat wil ik wel. Okay. Rijmen is voor mij een spel. Oh. Nou, dat komt mooi uit, Bobby en Rijmpjespiet, want we hebben namelijk heel veel artiesten, dus je hebt een hoop werk, Rijmpjespiet. Veel artiesten, oeh, dat is fijn. Zeg eens even wie het zijn. Nou jongens, daar komen de artiesten! Jongens, met je flat maar op! Oh, hier zijn spannend, ze. spannend! Het zijn pieten. Wie is dit? Wie is het? Jongens en meisjes, het is Hans Klok. Hans Klok, hoi Hans. Dat is een vrouw. Was die van die en daar is een Bobby, dat zijn de pieten van de club van Sinterklaas. Oh, de club van Sinterklaas, hoi! In het schoentje weet alles gekregen. Hans, Hans. Hoi Hans, kom nou hier. Hoi Hans. Jongens en meisjes, hier is Chaotic. Chaotic. Eerst die ken ik. Die zijn hartstikke goed, man.
Wow! Zullen ze een hand geven? Zullen ze een hand geven? Ja, hand kan wel. Geen handtekening. Wat een feest! Hallo, VOB! Ja, en wat dachten jullie jongens en meisjes van Jochem van Gelder? Eat the cat! En ook nog Bobby! En Bobby! Nog een Bobby! Hoi Bobby! Hallo! Leuk en Jochem! Jochem! Hey, Jochem! Kom! Even de hand! Jochem! En daar zijn nog meer pieten van de... Ja! Dat is Bob! Bob de Bauer! Hey! Kunnen wij het maken? Bob de Bauer! Yeah.
Goed. Jongens en meisjes, een keihard applaus voor alle artiesten. Oh, jongens en meisjes, ik vind eigenlijk, we hebben al zoveel artiesten gehad. We kunnen wel gewoon weer naar huis gaan. Vind je dat een goed idee? Nee, natuurlijk niet, Ernst. We gaan er niet naar huis. Oh. Hey, Ernst, is dat ding van jou? Nee, Bobby, dat ding is niet van mij. Hoe kom je daar nou bij? Dat ding is niet van mij. Zal ik hem even wegzetten, Ernst? Dat ding staat in de weg. Laat die telefoon staan. Dit is een hele bijzondere telefoon. Weet jij van wie deze telefoon is, Bobby? Nee. Bobby, het is een rode telefoon. Dus? Oh, hij is van de brandweer. Het is een brandweertelefoon. Nee, hij is heet. Nee. Bobby, wie komt hier straks op bezoek? Mijn oma! Ja, het is van mijn oma. Die heeft grijze. Bobby, jongens en meisjes, help mij eens even. Deze telefoon is van Sinterklaas. Dit is van Sinterklaas, maar natuurlijk. Sinterklaas, hier is Bobby, waar bent u dan? En die kan je dus niet zomaar opnemen. Oh ja hoor, gaat heel makkelijk. Bobby, mag je niet zomaar opnemen? Het is namelijk zo, Bobby, het is namelijk zo, jongens en meisjes. We hebben namelijk met Sinterklaas afgesproken dat als er iets is op dit toneel in deze zaal, dan kan Sinterklaas ons bellen op die telefoon. Dus jongens en meisjes, als deze telefoon gaat, willen jullie het ons dan zeggen? Ik versta jullie niet. Willen jullie het ons zeggen? Dank jullie wel. Hey Ernst, maar nou hoop ik dat Sinterklaas niet meteen komt. Hoop je dat in? Hoezo? Nou, het toneel is nog een beetje rommelig. Het moet echt nog een beetje bijgewerkt worden. Ja, het toneel moet worden afgebouwd, jongens en meisjes. We hebben iemand nodig die een beetje goed kan bouwen. Kennen jullie nog iemand die een beetje goed kan bouwen? Ernst, ik weet het. Frans Bauer. Kennen jullie Frans Bauer? Nee. Rijmpjespiet, help ons eens even. Ik heb een rijmpje. Het is een man met veel talent. Een man met heel veel power. Ik denk dat je hem vast wel kent, want hij heet Bob de... Hij bouwt huizen, oh zo fraai. Het is echt een prof. Begroet hem dus met veel lawaai. Kunnen wij het maken? Nou en of... Jongens en meisjes, Bob de Power! Samen is niet ze te doen. Bob de Bauer, Bob de Bauer, Bob de Bauer, Bob de Bauer. Snel aan het werk nu, er is veel te doen. In graven en bouwen zijn wij kampioen. Een muur moet gemetseld, een vloertje gestort. Wij werken door tot avond voort. Bob de Bauer, Bob de Bauer, Bob de Bauer, Bob de Bauer. Goed opletten nu. Een beetje naar rechts en nu naar links. Oké. En zakken. Wij beheersen elke situatie. Kijk uit, hier komen we aan. Kunnen we het graven? Ja! Kunnen we het bouwen? Ja! Kunnen we het maken? Bob de Bauer. Bob de Bauer. Bob de Bauer. Mixen en draaien, oh wat een lol. Werken ze samen, is niet zo te dol. Kunnen we het graven? Ja! Kunnen we het bouwen? Ja! Kunnen we het maken? Op de bouwen. Ja! Op de bouwen. En nu allemaal. Op de bouwen. Bob de Bauer, Bob de Bauer, Bob de Bauer, Bob
bouwen. Op de bouwen. Kunnen wij het maken? Op de bouwen. We moeten weer eens aan de slag, jongens. Dankjewel, ahoy. Jongens en meisjes. Bob de Bouwer. Een applaus voor Bob de Bouwer. Ja, goed zo, Pieter. Wat een ster. Oh, kom Bob. Nog jongens. Ik breng je weer terug. Dankjewel Bob. Wat een applaus. Wat te gek. Jongens, een applaus voor Bob de Bouwer. Ja. Oh, Bob. Dank jullie wel. Ja. Dank jullie wel. Ik neem hem mee, Ed. Wat een ster. Oh, bedankt Bob. Bob. Hartstikke bedankt. Dank jullie wel, dank jullie wel. Dank jullie wel. Oh, Ed. Oké, okay, genoeg. Genoeg, dank jullie wel. Wat is die goed, hè? Hij is ontzettend. Wat is die goed, hè? Dank jullie wel. Oh, laaiend enthousiast. Bobby. Wat is, jongens, wij stil eens eventjes. Wat is er aan de hand? Daar gaat de telefoon. Gaat de telefoon. Uw telefoon. Uw zaktelefoon. Van u? Ja. U mocht hem niet aanzetten. Bobby, Bobby, Bobby. De telefoon is Sinterklaas. Zit hem op. Oh. En jullie zouden het zeggen. Als die gaat, dan moet je het meteen zeggen. Anders horen we het niet. Is toch logisch? Ja, nu is het te laat. Als die gaat, meteen. Anders hebben we er niks aan. Bobby, Bobby, hij gaat. Ik neem hem op. Mag ik hem op? Bobby, je bedoelt het eerlijk. We gaan één in de eerlijk. Hine, mine, munte, 10 pond grutte, 10 pond kaas. Hine, mine, munte is de baas. Ik mag hem opnemen. Iets niet waard is eerlijk weg. Poffen. 1, 2, 3, poffen. 1, 2, 3, poffen. Bobby, 1, 2, 3, poffen. Tip, top, tip, top, tip, top. Tip, top, tip, top, tip, top, tip, top. Nou is die weer afgelopen, Bobby. En dat is jouw schuld. Het is helemaal niet mijn schuld. Dat is wel duidelijk. Het is altijd hetzelfde. Waarom is het nou weer? Wacht even. Waarom is het nou mijn schuld? Het is goed. Het ging per ongeluk. Ja, wacht even. Je gooit de horen erop, man. Soepkip. Het ging per ongeluk, jongens. Oh, Sinterklaas, wilt u nog één keer bellen, please? Zou u nog één keer bellen? Ja! Neem hem op. Je hebt hem, kom. Hallo, met wie spreek ik? Hallo? Ja, met Sinterklaas natuurlijk, soepkip. Nee. Nee, het was niet tegen u, Sinterklaas. Ik ben de soepkip. Nee, dit is Bobby. Het was ook niet tegen Sinterklaas. Het was tegen de hoofdpiet. Oh, hallo, hoofdpiet. Hallo. Kom ik door? Jazeker. Hier de hoofdpiet. Ik heb al 3 keer gebeld en er wordt niet opgenomen. Waar zijn jullie mee bezig? Ik geef even aan Ernst. Dag. Dat lijkt me het beste. Hallo, hoofdpiet. Dit is Ernst. Ja, het is zeker Ernst. Ja. Hier is de hoofdpiet. Ja, dag, hoofdpiet. Hallo, wat is er aan de hand? Nou, wij willen jullie wat vragen. Wij zijn er al. Ja. Zijn jullie er bijna? Nee, wij zijn er gewoon. Jullie zijn er gewoon? Ja, wij zijn hier net binnengekomen, maar... Echt waar? Waar staan jullie? Nou, het is iets minder gezellig dan vorig jaar, want het is een hele lege hal waar we hier zijn. Waar is iedereen? Waar is iedereen? Waar zijn jullie? Hè? Waar zijn wij? In Utrecht. Daar is het ieder jaar, toch? Nee, het is niet in Utrecht. Niet? Oh, dan geef ik jullie even aan Sinterklaas. Oh, ze zitten in Utrecht, Ernst. Ze zitten in Utrecht. Ja, hallo Bobby en Ernst. Ja. Daar, wij zijn jullie. Ja, wij zijn in Rotterdam in Ahoy, Sinterklaas. Ahoy. Rotterdam? Wegwijs Piet, weet jij daar iets van? Nee, Sinterklaas, ik weet daar helemaal niks van. Nee, ik heb hier de overboordcomputer meegekregen van de radarpet. Maar die radarpet is natuurlijk wel heel erg dom. Die heeft hij Utrecht ingeprogrammeerd. Nou, zo erg dom als je in Rotterdam moet zijn, hè? Maar ja, jongens, geen nood hoor. Ik programmeer gewoon Rotterdam in. Snel. En dan moeten jullie even geduld hebben. En dan komen we eraan. Ja. Ja. Recht zo die gaat. Ja, recht zo. Maar kom snel. Ahoy, oh, de verbinding. Kom nou snel. Hallo. We zitten Hallo. Op jullie te wachten. Oh. Jongens en meisjes, ze zijn in Utrecht. Wat een chaotische situatie. Vreselijk, jongens. Chaos. Wat is er, Rijmpjes, Piet? Doe ik jullie met een raadseltje soms een plezier? Nee, geen raadsel. Ja, nee, natuurlijk wel een raadsel. Ik wil een raadsel. Leuk. Ik, ja. Deze groep, en dat is zeker, kwam ooit voort uit Starbaker. Daar zaten ze verbeterd te keten. Vandaar dat ze nu chaotisch heten. Ja, ik weet het. Wacht, chaotisch. Ernst, denk eens na. Chaotisch. Chaotisch. Jongens en meisjes, een kaartapplaus. Hier zijn ze. Chaotisch. Ja, wat een leuk rijpje.
Ja! Dansen! Ik hoor jullie nu dansen! Kom op, allemaal staan! Hand in de lucht! Amazing, kom op! For 20 days I've been lost in cyberspace. I surf through the web to catch up with your trace. And I wonder who you really are. I only got a hasty screenshot of your smile. You told me you're your hotspot. You really made me wonder, do you know who I am? Yeah. Breathe me, it's so exciting. To anonymous victims, but since I got to know you, girl, we're getting deeper. Are we going too far? We'll talk about the weirdest thoughts we've got in mind and share the same desire. It's crazy how I found you. Do you know what I mean? Yeah. Love me, enter my world. I only want. Wat een ster hebben wij vandaag hier, hè? Ongelooflijk! Bobby, ik vind echt Bobby... Hey, Ernst! Bobby, Ernst! Waar ben je? Ernst, moet je kijken wie ik gevonden heb! Jongens en meisjes, een applaus voor de Smulpiet! Ja! Ik heb de keuken gevonden! Je hebt de keuken gevonden? Smullen, smullen! Nou, ik heb net gegeten, dankjewel. Hij heeft de keuken gevonden, maar ik heb jou weer gevonden, dus dat komt mooi uit. Bedankt, hè, Smulpiet! Oh. Dag, Smulpiet. Hé, hey, maar jongens en meisjes, nou zit ik me wat te bedenken, Straks komt Sinterklaas, tenminste, daar ga ik nog wel even van uit. Denk het wel. En als Sinterklaas hier komt, jongens en meisjes, dan is het wel leuk, denk ik, als we met z'n allen even een paar Sinterklaasliedjes gaan zingen. Ja. En zullen we die even met z'n allen gaan oefenen? Vinden jullie dat een goed idee? Even lekker Sinterklaasliedjes oefenen. Ernst. Wat is er? We hebben een probleem. Een probleem? Even wachten, jongens en meisjes, wat is er dan? Nou, ik heb net de directeur van Fox Kids gesproken. Ja. En die zei dat de jongens en meisjes die vandaag in de zaal zitten... Ja, die kunnen niet zingen. Jongens en meisjes in Ahoy, kunnen jullie zingen? Maar kunnen jullie ook heel erg mooi zingen?
Kunnen jullie supermooi zingen? Oké, okay, kom op, dan gaan we lekker zingen. We gaan het gewoon eens oefenen. Welke, zullen we die van Hij is vergroot en klein? Hij is vergroot en klein, Ernst. Hij is vergroot en klein. Hij is vergroot en klein, groot en klein, groot en klein. Hij is vergroot en klein, voorzien van marsepein. Wacht even. Ik zie allemaal jongens en meisjes meedoen met hij is vergroot en klein. Dat is een heel leuk gezicht. Oh, met je handen. Gaan we even oefenen. Kunnen jullie het meedoen? Allemaal meedoen, ook bovenin, papa's en mama's. Hij is vergroot en klein, daar komt ie. Hij is vergroot en klein, groot en klein, groot en klein. Hij is voor groot en klein, voorzien wat is er? Wat is er? Verkeerd. Andersom. Hij moet dan... Sorry. Het ging verkeerd. Hij is voor groot en klein, groot en klein, groot en klein. Hij is voor groot en klein, voorzien. Ja, wat is er nou? Hij moet andersom. Omgedraaid. Oké, okay, sorry. Hij is voor klein en groot, klein en groot, klein en groot. Hij is voor klein en groot, voorzien van de pepernoot. Jongens. Ja, hoe moet het dan? Zeggen jullie het dan maar. Wat is groot? Oké. Okay. En wat is klein? Je deed het fout. Wacht even, dus nou even met z'n allen, papa's en mama's ook. Wat is groot? En wat is klein? We gaan het nog een keer doen. Zijn we er klaar voor? Hij is voor groot en klein, groot en klein, groot en klein. Hij is voor groot en klein, voorzien van marsepein. En de bergen. En bergen, en bergen, en bergen suikergoed. Zo lekker en zo zoet. Jongens en meisjes, dat kan harder. En ook de bovenste ringen. Voorzien van marsepein. En bergen suikergoed. Zo lekker en zo zoet. Dat kan toch beter. Jongens met z'n allen. Is voor groot en klein, groot en klein, groot en klein. Hij is voor groot en klein, voorzien van marsepein. Ja, hallo, dit is Ernst. Hallo, wie is dit? Hallo, is dat Ernst? Het is Piet. Ja. En Bobby? Ja, hoop Piet, ja. Ik ben er ook. En de rest? Die zit in de zaal. Ongelukkig. Ja, wij hebben hier de wegwijs Piet. Ja. Dus we hebben een klein probleempje. Sinterklaas? Nou, we hebben een heel klein probleempje. Nee, de wegwijs Piet heeft een probleempje met zijn buitenboordcomputer, geloof ik. De overboordcomputer, hè? Nee, Sinterklaas. Er zijn op dit moment zijn er helemaal geen problemen. Ik heb alleen twee probleempjes. Namelijk, ik weet namelijk niet waar we zijn moeten. Moeten we nou in de Ahoy of in de B-hoy zijn? Nee, in de Ahoy. Ahoy. Ah, ja. Zeg, en dan heb ik nog een tweede probleem, en dat is veel belangrijker. Ik heb geen goede ontvangst uit Rotterdam, hè, hoofd? Nee, er zijn namelijk niet genoeg antennes in Rotterdam. Oh, antennes. Wat doen we eraan? Ze moeten antennes maken. Ja, dat is een heel goed idee. Hoofdpiet heeft een idee. Jongens, als jullie nou allemaal je handen en armen heel hoog de lucht insteken... Dan hebben we tenminste antennes. Oké. Okay. Moeten we zwaaien? Nee, stil. Nee. Anders wordt het beeld slecht. Oh, niet zwaaien. Wazig. Hou goed stil, hè? Ja. Ja, we ontvangen nu heel goed. Ja, moet je goed kijken, hoofdpiet. Wel 1000 antennes op het beeldscherm. 1000 antennes. Gaat goed, jongens. Okay. Hou vol. Oké, kom maar aan. U ook, Sinterklaas. Onze hand in de lucht. We komen eraan. Oh, hand in de lucht. Oh, nee. Hallo. Nou is het weer weg, het signaal. Jongens, hou eens even allemaal je handen in de lucht. Misschien komt het terug. Er is nog een probleem, Ernst en Bobby. De volgende artiest staat al in de lobby. Wacht even, dan blijven we gewoon staan met onze handen in de lucht. Ja, maar dan moeten we toch vragen aan die artiest of dat goed is? Nee, dat vindt hij goed, want deze man, wie kent hem niet?
Iedereen zal voor hem joelen, is de meest swingende Piet. Ja, het is een hele coole. Hey, jongens en meisjes, een applaus voor Coole Piet. Oh, hand in de lucht. Hebben jullie zin om te zingen? Je best gedaan, op school niet op de gang gestaan. Goed geluisterd naar je pa en meegeholpen met mama. Dan loop je dit jaar geen gevaar, dan staan er veel cadeautjes klaar. Dan lukt het dit jaar wel gewoon. Hey, wacht, daar gaat het met z'n allen, jongens! Oh jee, dit ga je toch niet menen. Oh jee, de pakjes zijn verdwenen. We missen wagen 27 en een Piet of 2. De radar geeft ze ook niet aan, daar zijn we lekker mee. Oh jee, dit ga je toch niet menen. Oh nee, de pakjes zijn verdwenen. Kan het nou nooit eens van een leien dakje gaan? Het hele feest als Sinterklaas is naar de maan. Luister goed naar wat hij zegt, hij heeft het me net uitgelegd. Geef ik als een ijzer geen gehoor, dan gaat het hele feest niet door. Nu zit ik met mijn handen in het haar, waarom doet die kerel toch zo raar? Hij verpest het hele feest, ik ben nog nooit zo boos geweest. Oh jee, dit ga je toch niet menen. Oh nee, de pakjes zijn verdwenen. We missen wagen 27 en een Piet of 2. De radar geeft ze ook niet aan, daar zijn we lekker mee. Oh jee, dit ga je toch niet menen. Oh nee, de pakjes zijn verdwenen. Kan het nou nooit eens van de leien dakje gaan? Het hele feest van Sinterklaas is naar de maan. Jongens! Is geweken, ik ben weer op mijn gemak. Want hij gaat mee naar Spanje, die onder in de zak. Haha, we hebben het te pakken. Ja, ja, nu zitten we gebakken. De club heeft weer gewonnen, we zijn hem nu de baas. Nu kunnen we weer doorgaan met het feest van Sinterklaas. Applaus voor jezelf! Ja, Coole Piet! Een applaus voor Coole Piet! Gaaf, gaaf! Dank jullie wel, danspietjes. Jullie hebben het goed gedaan. Goed gedaan. Coole Piet. Coole Piet. Yes. Ik wil ook een hand. Ik wil ook een hand. Oh. Dag Coole Piet. Hey, jongens en meisjes, wat een feest. En hebben jullie nog zin in nog meer verrassingen? Ja, ik ook. Wil je ook een verrassing? Een cadeau. Ik wil gewoon een lekker cadeau, Ernst. Nou, Bob, ik heb een assortiment cadeau. Jongens en meisjes. Leuke cadeau. Ik heb namelijk speciaal voor jullie iets speciaals. Straks als Sinterklaas komt, gaan wij met z'n allen een lied zingen. En dat is een nieuw lied, want dat heb ik namelijk gemaakt. Ik heb een 16e eeuwse aria genomen. Daar heb ik nieuwe woorden op gemaakt. En die ga ik nu voor jullie zingen. Dat jullie hem straks allemaal kunnen meezingen als Sinterklaas er is. En heb je voor mij wel een leuk cadeau? Bobby, ik heb voor jou een heel mooi cadeau. Kom eens mee, kom eens mee. Wat dan? Wat dan? Bobby, ik heb voor jou... Wat? Moet je eens kijken wat ik voor jou heb. Bobby... Moet je kijken, een vleugel! Ik heb een vleugel voor mijn verjaardag! Voor mijn verjaardag? Voor Sinterklaas! Oh, kan hij het wit? Bobby, hou op. Die is niet voor jou. Luister, de verrassing is dat jij mij mag begeleiden met mijn aria voor Sinterklaas. Dus ga snel zitten. We zitten met z'n allen op jou te wachten. Oh. Jongens en meisjes, de 16e eeuwse aria, Jozef Hatibolti. Gezongen door Ernst voor Sinterklaas. Speel. En mijn aria, jongens en meisjes. Kniel je altijd en doe je één hand in de lucht. En hier komt het lied. Sinterklaas, ik ben blij. Zenuw, een beetje zenuw. Dat u hier bent bij mij. En niet bij
die stomme Bobby. Oeh. Want hij is oeh maar een eng. Dank jullie wel. Oeh. Ahoy. Oeh. Vonden jullie het mooi? Nee. Een suflied ergens. Helemaal niks was dit. Vonden jullie het echt niks? Nee. Oké, okay, dan Bobby. Een vals? Luister Bobby, dan vinden zij misschien mijn lied niet zo leuk, maar ik heb tenminste een lied voor Sinterklaas en jij hebt helemaal niks. Nou, dan maak ik toch even een lied, hè. Dus ik heb een hartstikke mooie vleugel, ik maak gewoon een lied. Wacht even. wat ga je hiervan? Nee, dat is geen nieuw lied. Een nieuw lied, had je gezegd. Een nieuw lied. Oh, wacht, dan doe ik deze. Vinden jullie dit een leuk melodieke? Vinden jullie dit leuker dan mijn lied? Oké, Bobby. Dan heb jij misschien wel een leuk melodietje, maar mijn lied had tekst, er waren woorden bij. En jouw lied heeft helemaal geen woorden. Dus jongens en meisjes, mijn lied is beter. Nee. Ernst. Dan verzin ik er toch even wat woorden bij. Verzin je er wat woorden bij? Wacht eventjes. Wie komt er dadelijk, jongens? Sinterklaas, dus het gaat sowieso over Sinterklaas. En wat krijg je altijd van Sinterklaas? Cadeautjes. Sinterklaas en cadeautjes. Sinterklaas. Oh, ik weet het. De Sint geeft cadeautjes. Wat is dat nou weer? Ja, de Sint geeft cadeautjes, natuurlijk. De Sint geeft cadeautjes. Ja! De Sint geeft cadeautjes. Oké, Bobby. Dan heb jij misschien wel een leuk melodietje met tekst en woorden en zo, maar bij mijn lied zong iedereen mee. En bij Bobby's lied kan je nog ineens meezingen. Echt wel. Echt niet. Echt wel. Echt niet. Echt wel. Echt niet. Echt wel. Jongens, laat het eens horen aan Ernst dat je lekker mee kan zingen. De Sint geeft cadeautjes. Oké, met z'n allen. De Sint geeft cadeautjes. En nou twee keer zo hard. De Sint geeft cadeautjes. En voor de laatste keer. De Sint geeft cadeautjes. En toch, Bobby, denk ik dat ze mijn lied het mooist vond. Dat gaat niet. Weet je wat, Bobby? Weet je wat, jongens en meisjes? Weet je wat? We maken er een contest van. Een contest? Ga je dan naar mijn billen zitten? Nee, Bobby, een contest is Engels voor wedstrijd. We maken er een wedstrijdje van. We gaan de jongens en meisjes in de zaal vragen om een applaus te geven voor mijn lied. Ja? Daarna ga ik de jongens en meisjes vragen om een applaus te geven voor jouw lied. En wie dan het hardste applaus krijgt, die heeft gewonnen. En dat lied gaan we straks zingen voor Sinterklaas. Vind je dat een goed idee? Best. Oké, dan beginnen we met een applaus voor mijn lied. Jongens en meisjes, een keihard en oorverdovend applaus voor het lied van Ernst. Applaus. Goed. Oké, nou dan wil ik nu voor het liedje van Bobby een heel klein mini-applausje. Ja! En ietsje harder! En op je allerhardste! Dus wie heeft er gewonnen? Bobby! De telefoon! Ik heb hem! Hallo, dit is Ernst. Hallo. Sinterklaas. Hallo. We hebben geen beeld. Het lukt. Wat? Ik geloof dat we er zijn. Wegwijs zitten we goed. Ja, recht zo die gaat. Hoor je antennes? We nemen de laatste hobbels. Waar zijn al die antennes? We zijn daar bijna. Antennes. Gaat in de lucht. Ahoy. Ahoy. Sinterklaas. Ahoy. Sinterklaas. Ik zie Sinterklaas in. Oh, dan moeten we zingen, Sinterklaasje, kom maar binnen. Sinterklaasje, kom maar binnen met je knecht. Want we zitten allemaal. Ik zie hem, Bobby. Ik zie hem. Misschien heeft u wel even tijd. Waar is die? Of laten we naar vrije tijd. Kom maar even bij. Hallo, Sint. Rijmpjespiet, kom en even. En we zingen en we springen en we zijn zo. Ziet hij er nog goed uit, hè, Ernst? Hij ziet er hartstikke goed uit. Volgens mij heeft hij
zingen en we zijn zo blij, want er zijn geen stoute kinderen bij. We zingen en we springen. Hallo, daar is hij. Is er. Hallo, we zijn geen stoute. Ik dacht dat hij niet zou halen. Hij is er. Hallo, jongens. Hard geklopt, zacht geklopt, daar wordt aan de deur geklopt. En wie zou dat zijn? Ik weet het niet. Wees maar gerust, zijn kind, ik ben een goede vriend. Want al ben ik zwart als roet, ik meen het wel goed. Want ik kom van Sint-Niklaas. Hard geklopt, zacht geklopt, daar wordt aan de deur geklopt. En wie zou dat zijn? Dag allemaal! Wees maar gerust. Wat een feest, wat een feest. Ga jij lekker zingen, Piet? Ja. Sinterklaas cadeautje. Gooi wat in mijn schoentje. Gooi wat in mijn laarsje. Dank u Sinterklaasje. Sinterklaas cadeautje. Gooi wat in mijn schoentje. Gooi wat in mijn laarsje. Dank u Sinterklaasje. Nee, zingen bovenin en kom op. Mijn beste vriend, jouw beste vriend, een vriend van ieder kind. Mijn hartje klopt, mijn hartje klopt, wat klopt. Wat brengt hij nu, wat brengt hij nu, wat brengt hij nu naar mij? Wat zoekt hij maar, maar hij is er. Hij is er, jongens, kom ik er weer bij halen. Ed, ik wil een treintje echt niet, ja, doe dat. Ed, Ed, we gaan hem halen. Ga je mee, hij is Piet, kom. Ahoy! Meisjes, een keihard applaus voor Sinterklaas! Sinterklaas. Yeah. Oh Sint, wat fijn dat u er bent! Oh Sint, moet u een arm? Dag Bobby, nu! Dag Sinterklaas, u heeft het gehaald! Ja, wij zijn wel gekomen! Ja, oh wat spannend hoor Sint! Sint, we hebben een hele mooie stoel voor mooie stoel! Ah. En oppassen voor het opstapje en het afstapje, Sint! Oh, juist! Wegwijs! Dag Wegwijs! Ha! Dag Ernst! Je bent er nog fijn! Ja, wat, we hebben het toch weer gevonden, hè, zoals wat, altijd! Wat een jongens en meisjes op veel, hè! Allemaal ahoyers in de zaal! Ik vind het hartstikke goed! Kom eens, ahoy! Oh Sint! Oh Sint, wat was het spannend zeg! Hallo, hallo! Sinterklaas, hij is er! Ja, natuurlijk, je denkt toch niet serieus dat we niet komen, zeg, kom! Zeg Sinterklaas! Ik vind het zo fijn dat u er bent, maar u zat helemaal in de verkeerde hal, hè? Nou, ik geloof dat jij je vergist, Bobby. Oh? Hoe zat het ook alweer, wegwijs? Nou, je vergist je wel degelijk. Wij zaten namelijk in de goede hal, maar jullie zaten hier met z'n allen in de verkeerde hal. Ja. Nee. Maar, geen probleem hoor. Als de kinderen niet naar Sinterklaas komen, dan komt Sinterklaas wel naar jullie kinderen, toe. Ja. Ja, maar dat we doen. Ik ben erg blij, in ieder geval dat we er nu met z'n allen op dezelfde plaats zijn. Ja. Ik ben erg blij dat jullie er zijn. Ja. En ik wou even vragen, andere keren als het feest voor Sinterklaas, zijn er van die leuke, hoe heet die? Artiesten die optreden. Ja. Hebben we dat weer? Ja. Jongens en meisjes, zijn er dit jaar een beetje leuke artiesten? Ja, Sinterklaas. Heel leuke artiesten. Dat vind ik namelijk zo vet cool. Vet cool! Vet cool. Sinterklaas vindt het vet cool. Nou Sinterklaas, er zijn hartstikke vet coole artiesten. Oh. En het leuke is, Rijmpjes Piet, die heeft voor elke artiest een rijmpje. Een rijmpje, en dat doet hij heel Rijmpjes Piet. Hij is er weer, Sinterklaas. Ga maar naar Sinterklaas. Kom eens op mij af. Ja, mag dan wel. Dan ken jij van mij de staf. Nou, goed Sinterklaas. Maar ik ben zo blij dat je er bent. Ach Sinterklaas, dat bent u toch gewend.
Jij rijmt ook echt altijd. Ja, helaas, dat raak ik nooit meer kwijt. Dan ga ik het jou eens even lekker moeilijk maken. Rijmpjes Piet, als jij nu eens vertelt wie er nu komt optreden, vertel me dat nu eens snel en helder. De op 1A beste kindervriend, hier is Jochem van Gelder. Jongens, hier is Jochem van Gelder. Jochem! Hoi Jochem! Hoi, is hij? Daar is hij, hoofd achter. Hoi, dag, hallo. Van Gelder, jongen. Ja, Sinterklaas? Ja. Oh, dat is jammer. Wat is er jammer? Nee, het is fantastisch dat u er al bent, maar ik moet heel eerlijk zeggen, ik schrik even een beetje, want ik had namelijk bedacht om een welkomstlied voor u te gaan zingen. Een welkomstlied? Ja, welkom, maar dat is een beetje raar als Sinterklaas is. Lekker op tijd, van Gelder. Lekker op tijd, dat moeten jullie zeggen. Zaten jullie niet in de jaarbeurs? Ook. Zingt u maar. Gewoon zingen? Ja. Maar even één klein praktisch probleem. Ik wil even nog wat doornemen met alle jongens en meiden hier in de zaal. Oh, om de ja. verrassing extra groot te maken. Juist. Ja, zou u dan, ja, zou u dan, durf ik bijna niet te vragen, u hoeft niet weg. Maar zou u even de ogen en de oren dan willen sluiten? Dat het echt een verrassing blijft. Nou, ik kan de ogen wel sluiten, maar de oren niet. Daar kan ik wel mijn handen voor houden. Dat vind ik ook goed. Doen? Ja, zou je dat even doen? Dan kan ik even iets nu gaan. Moeten wij dat ook doen? Mag, ja. Dan is het voor jullie ook een verrassing. Mag het zo? Nee, helemaal wegwijspiet. Oh, ja. Jongens en meisjes, dames en heren. Ik heb een leuk nieuw welkomstlied. Alleen als ik het alleen zing, is het niks. Ik heb echt jullie hulp nodig. Dan moeten we dat even samen doornemen. Het is eigenlijk heel eenvoudig. Heeft niks om het lijf. Het begint namelijk zo. CEO. Niet te hard. Straks mag hij hard. Maar dus nog even één keer, maar dan fluisterend repeteren. CEO. Yo. CEO. Yo. 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 Oké, daarna komt het volgende. Put your hands in the air. Is Engels, maar inderdaad, mijn showbiz-dochters laten het even zien. Wil ik alle handen in de lucht. Niet een paar, maar alle handen in de lucht. En bij het refrein gaan we dan zwaaien. Welkom Sinterklaas. Dan zwaaien we Sinterklaas toe. Is dat begrepen? Dus CEO, hands in the air. Allemaal, ook papa's en mama's, ooms en tantes en aanverwante artikelen. En dan zwaaien. Oké, volgens mij zijn we er klaar voor. Is Sinterklaas de complete wegtrekker gehad? Ja. We beginnen jongens. Yo! CEO, yo! Yo, yo! Say yo! 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 Say yo! 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 Say yo! 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 Say yo! 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 Say yo! 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 Say yo! 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 Oké! Wij gaan dansen en wij gaan zingen. Het duurt nu echt niet veel langer meer. Vol verwachting klopt heel ons hart. Daarom gaan we als een meesterkier. Ahoy zit vol, we gaan uit de bol. Als het spotlicht plots op het podium schijnt. En de Zapa compleet op beeld als de goede oude Sinter. Komt-ie! Put your hands in the air. Put your hands in the air. Voor de Sint onze ster. Voor de Sint onze ster. En we gaan zwaaien! Welkom Sinterklaas, welkom Sinterklaas. Ja! Kom maar binnen, want we gaan zo lang. Zonder u gaan we echt niet naar de gang. Welkom Sinterklaas. Jongens, wij gaan het steken. Welkom Sinterklaas, welkom Sinterklaas. Kom maar binnen, we worden deze feest. Bent u ooit op zo'n mega vijf geweest? Wild geraas, echt hij is een feest nummer eerste klas. Van muziek gaat hij uit zijn plaat, net alsof die 21 was. Ga maar staan, want hij komt eraan. En dan wil hij pas al die handen zien. Ieder jaar staat hij voor ons klaar. En daarom heeft hij wel een feest verdiend, vind ik hoor. Komt ie weer! Put your hands in the air. Put your hands in the air. Voor die Sint onze ster. Voor de Sint onze ster.
Komt-ie! Welkom Sinterklaas, welkom Sinterklaas. Kom maar binnen, we wachten al zo lang. Zonder u gaan we echt niet aan de gang. Welkom Sinterklaas. Oké, welkom Sinterklaas, welkom Sinterklaas. Met een beetje vertraging, maar geef maar een groot applaus. Sinterklaas! Kom hier nog een keer! Welkom Sinterklaas, welkom Sinterklaas. Kom maar binnen Sinterklaas, we wachten al zo lang. Zonder u gaan we echt niet aan de gang. Waar zijn die handen? Welkom Sinterklaas, Sarah. Welkom Sinterklaas, welkom Sinterklaas. Kom hier maar snel binnen, het wordt een reuzefeest. Van Gelder! Was het wat, Sinterklaas? Prachtig, ik ben nog nooit zo welkom geheten. Nou, dank u. Graag gedaan, dank u. Dat weet u, Sinterklaas. Jochem van Gelder, dag Jochem! Ja, tot ziens. Wat een leuk kleur. Dank je wel. Ja, ik hoor bij de club. Mooi. Kom meiden. Dag! Dag Jochem! Dag Jochem! Hoort Jochem ook al bij de club? Sinterklaas, wat een feest! Ik vind het nu al leuk. Ja, hè? Ja. Het is net begonnen voor u. Ja, en natuurlijk ben ik ook de Sinterklaas van de cadeaus, hè? Ja, dat hoopten we al, Sinterklaas. En de boot is weer terug en ik denk van, ik heb voor jullie vast een cadeau meegebracht. Wie? Echt waar, voor ons? Waar is het cadeau voor Ernst? We krijgen een cadeau. Jongens en meisjes. Wat heerlijk. Bobby, we gaan naar hem toe. Sinterklaas. Ja, oh, wat Sinterklaas. Leuk. Is het een ik beetje heb... nieuwerwets? Ik heb het hier is een heel bijzonder. Tamelijk bijzonder nieuwerwets, maar heel zwaar cadeau. Het is een lood. Lood zwaar. Yeah. Een cadeau. Is het van goud of zo? Bobby. Nou, het is een mooi bijzonder cadeau voor Ernst en Bobby. Maak het maar samen open. Oké, okay, schoon liggen. Dan gaan we aftellen, jongens. 3, 2, 1. Doe maar mee. 3, 2, 1. Elektros. Ja. Nou, oh, zie je wel. Kijk. Dobbelstenen. Ja. Ja, nee. Nee, blokken. Gaaf. Nee. Helemaal fout. Weten jullie wat dit zijn? Wat? Ja, precies. Vierkante jeu de boelbal. Vierkante jeu de boelbal. Oh, leuk. Wat handig. Dat kan je natuurlijk hartstikke goed mee. Ja, die rollen niet door. Nou, die hadden we nog niet, Sinterklaas. Maar oh, bedankt. Dank u wel, Sinterklaas. Ja, wat leuk. Maar Sinterklaas, ik wil, mag ik u ook wat vragen? Heel graag. Ik wil namelijk zo graag weten, Sinterklaas, wat voor cadeautjes krijgt u nou het liefst? Wat vindt u nou het leukste om te krijgen? Nou, ik vind zo'n feest als dit is al genoeg cadeau, zou ik zo zeggen. Ja, het is maar ook als u mij nou in het hart kijkt, dan hou ik eigenlijk heel erg van surprises. Oh, wat ik nog niet weet. Oh, ja, houdt u van surprises, Sinterklaas? Ja. Ja, nou, dat komt dan even heel goed uit. Want Hoofdpiet en Wegwijs hebben voor u vandaag een hele mooie, bijzondere surprise. Ja, nou maar op. Dat wordt een hele verrassende surprise, ben ik bang, Sinterklaas. Een verrassende surprise. Ja, wat is jullie het? Maken me nieuwsgierig. Dat kan ik nou niet zo direct vertellen, natuurlijk. Ja, maar we willen het zo graag weten, Pieter. Jawel, Bobby, dat kan je toch niet vragen? Het gaat om het cadeau voor Sinterklaas. Ja, maar surprise. Sinterklaas wil het toch zelf ook weten wat u krijgt? Ja, natuurlijk. Eigenlijk wel. Wat is een surprise? We doen de surprise straks. Er is nog zoveel, we doen het straks. Oh, de hoofd heeft een nieuw idee. Ja. We doen een surprise straks voor Sinterklaas. Zeg, wegwijs Piet. Ja. Zit er nog een surprise bij de artiesten? Ja, zou er nog een surprise bij de artiesten zitten? Zal ik dat eens even aan onze rijmelaar vragen? Weet jij nog een surprise? Kijk eens, hier is een echte surprise topper. Ah. Al jarenlang een showstopper. Hij vult iedere zaal tot aan de nok. En zijn naam klinkt als een klok. In de hele wereld veel gevraagd, want hij klopt en hij feunt en hij zaagt. Oh, dat weet ik, wacht even. Hij klopt en hij feunt en hij zaagt. Dat is een kruimeldief. Brrr, Bobby, zo'n klein dingetje. Een kruimeldief, die kan je toch niet mee zagen? Nee.
Nee, wacht eens even, jongens en meisjes, ik weet het. Het is Hans Klok. Ja, ja. Hans Klok. Oh. Waar is die? Jongens en meisjes, applaus voor Hans Klok. Oh, applaus. Dag, meneer Klok. Oké, mevrouw Klok is er ook. Dieuwtje Klok is er ook. Wat leuk. Sinterklaas, komt u hier zo. Nou. Dat is een enorme tovenaar, Sinterklaas. Ja. Hij heeft een busje beschuiten meegenomen, Sinterklaas. Hij doet altijd hele eigen dingen, hoor, Sinterklaas. Ziet u? Dan gaat mevrouw Klok in die doos. Nou, ik ben benieuwd of we er ook nog terug zien. Een touw, ziet u, Sinterklaas, touw. Ja, dan gaat hij zijn eigen vrouw helemaal opsluiten, zie je dat? Die komt daar nooit meer levend uit. Ik vind het doodeng. Ik wil er niks mee te maken hebben. Hangslotklok. Ja, Sint. Met pijlen. Wat gaat hij nou toch weer doen, zeg. Als hij nou zijn vrouw er maar uithaalt. Mevrouw Klok, krijg nou 1000 pepernootjes. Ik snap er niks aan. En waar is meneer Klok dan gebleven? In de doos. Dat kan nooit. Dat kan niet. Nee! U had gelijk. Ik snap dat. Nou, ik mag pepernoot eten als ik daar wat van snap. Applaus! Ik snap er niks van, ik vind doodeng. Ongelooflijk. Ik ben blij dat hij er nog is. Gaat hij nou nog meer dingen doen? Nee, ja. Hè? Nee. Nee, nee Sint, ik zou niet te dicht bij hem komen, hoor. Sinterklaas, ik ga samen met u toveren. Wow. Zal ik Sinterklaas maar vasthouden? Hou vast. Blijf hier, Sint. Blijf hier. Ik heb u vast. Hou jij mij vast? Ik vind het zo eng. Blijf hier, Sinterklaas. Nou, die man die... Ik snap daar niks van. Hoe doet die man dat? Nou ja. Wat gaat hij nou weer doen? Nee, kom hier Sinterklaas. Ik zou niet meer... Nou, kijk nou. Ander jurkje getoverd. Clap your hand. Nou, lekkere muziek. Hè, Sint? Wat gaat hij nou doen met die doos? Moet zij er... Nee, niet doen mevrouw Klok, niet erin. Ik zou het niet doen als ik u was. Veel te gevaarlijk. Doe dat nou niet. Ja, u moet het zelf weten hoor, maar dat loopt nooit goed af. Kijk, nou, laat dat hoofd nou staan. Wat doe je nou meneer Klok? Met je eigen vrouw, dat doe je toch niet? Nee, hou nou op zeg! Het is je eigen vrouw, doe dat nou niet! Nou, die man die lijkt wel gek. Hij is niet goed bij zijn hoofd. Kijk eens, Sinterklaas. Hij gaat, nee! Nee! Doodeng! Dat doe je toch niet, meneer Klok? Helemaal uitgewrongen. Ze hebben wel een labrelatie. Oh, wat een bruut van een man. Ja, je bent een bruut, meneer Klok. Hè? Nou ja! Daar is ze weer. Kijk, ja. Ja, ze is blij. Ja, dat zou ik ook zijn, zeg. Applaus! Hoe doet hij het? Hoe doet hij het? Oh.
Nou, hij weet gewoon van gaan ophouden. Gaat hij nog iets doen? Leeg. Helemaal leeg. Vuur. Rook. Dicht. Hij doet hem weer open. Sinterklaas. Nee. Daar heb je hem. Dat is een surprise, Piet. Waar heb jij al die tijd gezeten? Hoe kan het? Jongens en meisjes, een kerstapplaus voor Hans Klok. Nou. Die Piet die waren we 2 weken kwijt. Ga jij maar gauw surprises maken. Ik was ontvoerd, Sinterklaas. Het dak op jij, kom aan je werk. Sinterklaas, ik ga naar de kantine. Is ontvoerd. Maar als u mij nodig hebt, als u iets kwijt bent wat verdwenen is, of als ik iets voor u moet toveren, dan roept u mij toch? Tuurlijk! Ja, dat gebeurt. Jongens en meisjes, nogmaals een applaus voor Hans Klok, dankjewel! Wow. Bedankt, hè. Hans! Een goede vent, hè? Dankjewel, meneer Klok. Net stond hij hier nog! Nou, waar is die nou? Hij is verdwenen! Hans! He? Het is ook ongelooflijk wat die man allemaal kan. Is hij bij jullie de stoel is terug, wegwijs, ja, ben je klaar? We gaan even de druk met het hoofd nadoen, let op, daar gaat. Nou. Ja, je hebt me helemaal uitgeroepen, Piet. Moet ik even terugdraaien? Kan ik me even terugdraaien? Ik heb de truc niet zo... No. Het is niet ons vak. Nou, wij moeten dat niet doen. Ik zou het maar niet meer doen. Heel verrassend. Zo, nu wil ik met de kinderen klessenbessen. Geef mij het grote boek even. Dat grote boek, nee, het is weer tijd voor de surprise. Laten we dat gaan doen. Nee, ik wil nu het grote boek even. Ja, maar dat is helaas desalniettemin tegenstaande onmogelijk. Nee, onmogelijk? Ja. Waarom? De wegwijspiet zal dat even uitleggen. Hoe moet ik dat uitleggen? Oh, nou, dat is eigenlijk een heel eenvoudig boek. Kijk, Sinterklaas, het zit namelijk zo. We hebben het grote boek weggegooid. Ja. Ja, dat grote boek dat is veel te ouderwets. En we hadden geen zin meer om dat zware ding steeds met ons mee te dragen. Maar Sinterklaas, we hebben nou iets nieuws. Oh. Ja, surprise. We hebben iets heel moderns. Oh. Sinterklaas, laptop. Een laptop. Oh. Ja, notebook. Een notebook. Nou ja, wat moet ik nou met een lappenpop of een notenboek? Ik wil mijn grote boek terug. Geen lappenpop, Sinterklaas. Een laptop. Kijk eens, een computer. Zit nee, u geen computer, hè? Ja, dat is een computer. Dat moet u niet als een boek lezen. Dat moet gewoon zo. Ja, ziet u wel? Open, Sinterklaas. Open klappen. Ja. Het is ook een klaptop, zou je kunnen zeggen. Ja. En hij moet op schoot. Ja. En dan heeft u het zo onder de knie. Moet onder de knie? Nee, het, ja. Het moet niet onder de knie. Nee, het moet waarom zeg je dat op nou? Op de knie. Op de knie moet het, hè? En daar staat alles in. En het is heel eenvoudig. Het is een spiegeltje. Ja, nou, leuk. U moet wel met uw tijd meegaan, Sinterklaas. Leg op uw knieën. Ja. En hoofdpiet zal het u uitleggen. Ja, ja. Hoofd, het is gewoon een kwestie van deleten en dan slash, ja. .com. En verder weet ik er ook niet zoveel van. Ik ga even weg. Jij legt het uit. Ernst en Bobby, ik snap er helemaal niks we hebben hier even wat tijd nodig als je het niet erg vindt. Dan leg ik het Sinterklaas even uit. Nou, dat is maar goed, want we hebben namelijk nu een paar hele bijzondere artiesten. Het zijn hele goede vrienden van ons. En Rijmpjes Piet, doe je best. Lachen, gieren, brullen. Een kinderwens vervullen. Het is de grote passie van Adriaan en Passie! Dus hier zijn ze weer en hopelijk, ja, hopelijk, niet voor de laatste keer. Passie en Adriaan! Ja, daar is die, daar zijn ze! Vriendjes, 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 ja. En ik zeg hoi! Bassie, ja. Wat doe je nou? Nou, gewoon, ik kwam binnen en ik zeg hoi! Dat gaat toch niet? Oh joh, dat gaat gemakkelijk, moet je kijken. Hoi! Leuk, hè? Dat kan je toch niet doen? Ja, dat kan ik wel, moet je goed kijken. Hoi! Als jij ergens binnenkomt. Als ik ergens binnenkom. Wat zeg je dan? Hoi! Hoi! Dat gaat helemaal niet. We zijn hier gekomen om Sinterklaas te begroeten. Alle magische zit jij. Hallo Sinterklaas, hallo Zwarte Piet. Alle magische. Sinterklaas, hallo.
Hoi, Zwarte Piet. Hoi. Hey, Bas. Hoi. Hoi, Zwarte Piet. Zeg Bas even een klein dingetje. Als jij vanavond je schoen zet, ja? Zet je niet die hele grote. Nee, ik gewoon zet deze. Sportmaatje. Beetje bescheiden. Ja, niet alles is voor Bas. Maar Sinterklaas. Wat gaan we doen? We zijn hier in Rotterdam vandaag. En die wil ik die kinderen graag allemaal meenemen. Kan dat? Ja, nou nee, niet meteen. Daar eventjes, maar ja, ze komen eventjes. Zo weer terug. Eventjes. Ja, waar wil je ze mee naartoe nemen? Naar de dierentuin. Oh. Ja, gezellig. En in de dierentuin gaan we kijken naar twee beren. Ik zag twee beren broodjes veren. Oh, wat was een wonder. Dat was een wonder, ook een wonder. Dat die beren smeren konden. Ik stond erbij en ik keek ernaar. En in de dierentuin waren ook twee apen. En die waren noodopapen. Ik zag twee apen blote rapen. Oh, het was een wonder. Het was een wonder, oh, een wonder. Dat die apen rapen konden. Ik stond erbij en ik keek ernaar. En dan gaan we nu kijken naar twee emmertjes. Hallo? Ja. Die gaan we halen. Niet alleen halen, we gaan zo pompen. Twee emmertjes water halen, twee emmertjes pompen. De meisjes op de pompen, de meisjes op de houten been. Rij maar door de straatje heen, van je ras, ras, ras. Van je voor, voor, voor. Van je erre, erre, erre. Van je ei. Pas op, Bas. Jammer, jammer. Hoofdpiet? Ja? Ik ben er nog niet helemaal uit. Heeft u het apenstaartje al gedaan, Sinterklaas? Apenstaartje? Eerst altijd het apenstaartje. We zijn toch niet in de dierentuin? Nou, we zijn wel vlakbij. Nee, maar wacht even. U moet hier op de muis drukken en dan komt het vanzelf. Nee. Ik ga niet op een muis drukken. Dat vind ik zielig. Nee. Nee. Het is een computermuis, hij gaat niet. Ja, hoe leggen we dit die man uit? Nee, wat ik wil is met de kinderen praten. Ja, waar is de wegwijs, Piet? We gaan met de kinderen praten. Wegwijs, ja, Piet. Wegwijs. Ben je natuurlijk daar? Natuurlijk gaan wij met de kinderen praten. Kijk eens, hier ben daar ik. Kijk eens, hallo jongens. Daar is hij. Hey, kijk, ik heb hier, volgens mij heb ik Arjo hier. Hé, Arjo? Arno. Nee, Arno, hè? Nee, hoe was het dan? Niet. Brian, ja, dan hebben we toch het boek in de Sinterklaas. Hij is hier verwisseld. Maar Brian, die wou even vertellen
wat hij voor zijn middelste cadeautje op zijn verlanglijstje heeft. Nou, dat is lastig. Aschema. Een wat? Aschema. Oh, grote wat zegt hij? Kans dat je dat krijgt, hoor, van Sinterklaas. Zing eens een liedje van Sinterklaas. Sinterklaas, ja, bonnen, bonnen, bonnen. Gooi wat in mijn lege, lege tong. Gooi wat in mijn laagje. Dank u, Sinterklaasje. Jongens, ik vond dat heel knap. Krijgt hij een applaus? Ja, goed, Brian. Helemaal alleen. Heel dapper van je. Van het land. Het goed te kopen. Dat dacht ik al, ja, ja. Zeg, Sinterklaas, ik ben hier omringd door allemaal zwarte pieten. Oh. Allemaal hulp, zwarte pietjes. Ja. Kom jij eens bij me, kleine hulpert. Wil jij even mee naar Sinterklaas? Ja, ja. Zullen we dat even doen? Ja. Breng er eentje hier, Piet. Ontzettende steun van al die zwarte pietjes, kom op. Dan gaan we naar Sinterklaas. Ze durft er een mee. Hoop Piet even dit weg. Prachtig pak met een enorme gele veer. Dit is de leeftijd die weet hoe een computer werkt. Weet jij de weg naar Sinterklaas? Recht zo die? Ja. Daar gaan we. Recht zo die gaat. Daar komt hij aan, Sinterklaas. Oh. De beste hulp die er bestaat op de hele wereld. Hop. Hopla. Kom gauw bij me. Hulp Pietje. Spring. Spring heel hoog. Oh. Hopla! Zo, dan ben je al een stuk groter. Hallo Pietje. Hoe heet jij? Lucia. Christia? Nog eens? Lucia. Nog één keer? Lucia. Lucia. Juist, Lucia. Nog een beetje doof, Sinterklaas. Wat zie je er prachtig uit. Heb je dat elke dag aan? Alleen voor het feest van Sinterklaas? Hm. Heb jij je schoen al gezet, Lucia? Ja. En wat zat erin? Nog niks ingekregen? Ja. Nou, heb je er wel wat in gedaan voor het paard? Ja. Sinterklaas! Ja. Sinterklaas! Ja, wie is we dat? We zijn even met Lucia in gesprek, hoor. Je moet er iets in doen voor het paard. Nu? Een worteltje of zo. Boek, ja, Gert-Jan. Ja, Lucia. De gele Bobby. Ja. Wat is het toch, Bobby? Ja, wat hebben jullie? We hebben nog meer kinderen gevonden uit een ander land. Oh. Zo, welk land? Uit België. Zo, dat is ver weg. Ja, dat zijn zij. Oh, ja. Zij, Sinterklaas. Die ken ik. Ja, Sinterklaas, natuurlijk kent u die. En iedereen kent ze, want dit zijn namelijk hele beroemde artiesten. Belgische artiesten? Belgische artiesten. Ja. Rijmpjespiet. Rijmpjespiet. Ik heb voor jullie speciaal een rijmpje gemaakt. Luister. Als kinderen zwemmen, dan zijn het zwemkids. Gaan ze met de tram, noemen we ze... Tramkids. Als ik ze hard zie skaten, dan denk ik vaak, oh, remkids. Maar denk ik aan muziek, dan denk ik aan de M-kids. Jongens en meisjes, hier zijn ze, de M-kids! De echte Belgische M-kids. Woe! Dit wordt mooi. We kunnen nog dansen ook. Oh,
Jam Kids! Jam Kids! Goed! Dag! Dag Sinterklaas! Jam Kids! Dag Sinterpiet! Leuke Sint! Oh, wat leuk hebben ze Pieter! Kijk, daar is mijn stoel alweer. Zo, we gaan eens eventjes verder met Sinterklaas de computer leren. Gaat u rustig zitten, Sinterklaas. Liedje, we hebben de tijd. Ik denk dat nu het tijd is voor het boek, omdat ik daar alle verlanglijstjes in heb staan. Ja, maar ik heb al die adressen al in mijn hoofd zitten, Sinterklaas. Ja, maar ik weet toch niet wat ik moet geven en in welke schoorsteen het moet. Maar ik heb alle adressen in mijn hoofd. Kerklaan 3, Berkenstraat 15, Herenweg 195, Meijen 351, Vierde Overdrachtstraat 6 hoog, Noordeinde 10, ze staan allemaal in. En wie wonen daar dan? Dat staat naast de bel op de voordeur. Dat kan me wel goed. Dat kunnen we dan zien. Oh ja? Ja. Sinterklaas, Hoogpiet. Waar ben je nu weer? Jullie moeten niet zo moeilijk doen over dat boek. Oh, daar. Ik heb hier namelijk Fleur bij me. Fleur? Ja. En Fleur, nou, die wil even graag wat zingen voor u, Sinterklaas. Wat zegt ze? De maan schijnt door de bomen. Makker staakt u wild geraas. Avondjes wild geraas. Avondjes van Sinterklaas. Ja, nee zingen jongens. Wilde wacht, ik klapt als hart. Wie de roept en wie de hart. Wilde wacht, ik klapt als hart. Wie de roept. Applaus voor Fleur! Ja. Knap hè, Sinterklaas? Ja, ik vind het heel bijzonder, maar dat lost het probleem met de verlanglijstjes niet op. Oh, dat is geen probleem, Sinterklaas. Kijk, want ik vraag het gewoon even aan die kinderen om me heen, hoe wij dat op kunnen lossen. Dat het boek weg is en dat de verlanglijstjes dus niet... Jij weet het? Vertel eens. Laat ze maar allemaal dan vind de verlanglijstjes... Vind ik een goede oplossing. Ja. Weet u, misschien is het wel een idee, samen met hem, dat we met z'n allen, Sinterklaas, tegelijk, allemaal tegelijk, onze verlanglijstjes gaan roepen. Oh ja. En dan hoort de Hoogpiet dat en onthoudt hij dat. Zullen we dat doen? Ja. Ik onthoud ze allemaal en dan schrijft de Rijmpjespiet ze even op. Goed. Oh ja. Ben je er klaar voor? Roep hem maar. Ja. Ja. Kom maar. 1, 2. Ja. Ja, een step. Een step. Een goede step. Ja, goeie, tuurlijk. 3 miljoen domino stenen om het papa op te zetten. Te veel. Ik wil een marsepijnen mountainbike. Marsepijnen mountainbike. Een wiebel. Een echte mountainbike. Een echte mountainbike. Ja, wat nog meer? Bal. Snoep. Bal. Kaatsenbal. Hoofdpiet. Pop met vlechten. Kan je het onthouden, Hoofdpiet? Sinterklaas wil wat zeggen, jongens. Hoofdpiet. Sinterklaas wil wat zeggen. Sinterklaas wil wat zeggen. Ik heb het nu allemaal wel gehoord, maar ik heb het niet verstaan. Oei. Ja. Het was ook een beetje veel. Het is ook niet echt gelukt om alles op te schrijven. Maar als iedereen apart zegt, dan moeten we te lang blijven. Ja, iedereen apart kan het niet, jongens. Sinterklaas, dan moeten we toch de computer weer aan de praat zien te krijgen. Hoogpiet, misschien kan ik helpen, want ik vind computers hartstikke leuk en ik kan heel goed met ze werken. Jongens, Bobby is een whiz-kid. Ja, kom op. Ga jij maken? Zal ik het eens proberen? Dat zou geweldig zijn. Bobby gaat de computer maken, gelukkig. Even kijken, doe hem eerst open. Jawel, dat kan hij wel. Kijk, dan doet hij hem open. Nee, hè? Wat doe je nou? Bobby, soepkip. Oh, je bent een soepkip, Bobby. Helemaal te de soepkip die ik ken. Soms vergeet ik te denken. Een appel, een banaan. Zit ik net op de wc. Heb ik mijn lange broek nog aan. Hij zou ook kunnen fietsen. Met zijn jas verkeerd om aan. Hij kan 's morgens vroeg in zijn pyjama buiten staan. Met z'n allen, je bent zoeken. En wijs er maar bij, je bent zoeken. En nog een keer, je bent zoeken. Ik ben een zoekkip, Sinterklaas. Zoekkip, Sinterklaas. Moet je toch eens kijken, helemaal te barsten.
Ik eet de verkeerde dingen. De kroketten in de jam. Op zoek tegen oude vrouwtjes of stand te vroeg uit de trap. Sinterklaas, hij zit met z'n allen in zijn eten. Houdt zijn hand niet voor zijn mond. Echt hoor, hij zegt: hoe moet ik dat nou weten? Het valt over een en iedereen, je bent een zoeker. Met z'n allen, je bent een zoeker. En ook de papa's en mama's, je bent een zoeker. En wijs er maar bij, je bent een zoeker. Hey Ernst, ja. Er zijn er zo'n 7000 die naar jou wijzen. Jongens en meisjes, hij is een zoeker. Ik val uit alle bomen. Kijk nou maar uit. En een steeltje of een schram. Laat de pannenkoeken vallen op. Sloten. Hij schiet langs in het verkeerde doel, Sinterklaas. Schuikelt op lege flessen, valt door wippen van z'n allen. Je bent een zoeker. Met z'n allen. Je bent een zoeker. Dat kan toch harder. Je bent een zoeker. En er maar bij. Je bent een zoeker. Oh. Hey Sinterklaas, maar als je een zoeker bent, is dat leuk? Is dat leuk? Als je dan een zoeker bent en je raakt daar aan gewend, bedenk dan goed, het is best fijn en iedereen kan wel eens een zoekkip zijn. En het zoekkip maakt het meeste fijn. Een zoekkip met z'n allen. Soep, 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 de soep. Soep, soep, de soep. Ik ben een hele grote zoekkip. La 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 la. Soep, soep, de soep. Bobby, vanmiddag kippensoep. Ja, soepkippensoep. Bobby, je bent de leukste soepkip die ik ken. Dank je wel, Sinterklaas. Ik vind het prachtig. Ja. En nu mijn boek terug. Hè? Wat zegt u nou, Sinterklaas? En nu mijn boek terug. Ja. Sinterklaas wil zijn boek terug. Ja. Ja. Nee, nee. Dat kan niet. Nee. Jawel, dat kan wel. Nee, dat kan niet, want nee. Dat hebben we namelijk weggegooid. Waar? Nou, waar het hoort, Sinterklaas, in de groene bak. Ja, dat is wel heel stom natuurlijk. Hoezo? Dat hoort niet in de groene bak, een boek hoort in de grijze bak. Oh, nee, dat is dom. Mijn dat boek dom. Hoort helemaal niet in een bak. Nee, daar heb je gelijk in, Sinterklaas. Maar het boek is wel helemaal voorgoed weg. Oh. Alleen een tovenaar zou het terug kunnen toveren. Oh, leuk tovenaar, is dat. Jongens en meisjes, een tovenaar, jullie... wil ik een die tovenaar. Die bestaan niet, dus dat kan niet. Kennen jullie een tovenaar, jongens nee, en meisjes? Het is een nee, nee, nee. Magier. Zit er hier een tovenaar in de zaal? Een tovenaar? Wat tovenaar. Is er? Hans! Hans Klok! Wacht even, Hans Horloge! Nee, we gaan Hans met Klok. Z'n allen Hans Klok roepen! Hans Klok! 1, 2, 3, Hans Klok! Nog een keer! 1, 2, 3, Hans Klok! Hans! 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 Hans, kom Hans, helpen! Hans Klok! Hans, 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 helpen! Hier Hans, zit. Je moet ons helpen! Mijn boek is weg. En dat is heel belangrijk, want er staat alles in. Wilt u dat alstublieft terugtoveren? Uw boek is weg. Nou, Sinterklaas, ik heb op school gezeten met iemand, ja, die kennen jullie niet, dat is Harry Potter. Ja, ik ken hem wel. Kennen we wel. Ja. Jullie kennen Harry Potter? Ja. Nou, ik heb daarmee in de klas gezeten en hij heeft mij geleerd hoe je dus een boek tevoorschijn kan toveren als je het kwijt bent. Oh, uit de geheime kamer. Ik ga het proberen, ik garandeer niks. Ik heb nodig een glazen kist, ballonnen en een blauw doek. Dat treft. Oef, heb ik net getoverd. Hebben we net eventjes neergezet. Ja. Nou. Daar zorgt de Hoogpiet voor. Sinterklaas, kom hier, voordat er ongeluk glazen gebeuren. Kisten met ballonnen kan je me midden in de nacht voor wakker maken. Kijk, zou het lukken, zitten. Zou het lukken? Als hij dit kan... Kijk, kijk, oh, het boek! Nee, het zijn ballonnen. Ja, dat zijn ballonnen. Geen boek. Als hij dit kan, Sinterklaas, krijgt hij van mij een kusje. Heel stil. Er zit een piet in! De boekenpiet! Haal eruit! Lucht erbij! Lucht erbij! Met het boek! Hoe doe je dat? Oh, Hans Klok! Jongens en meisjes, een keihard applaus voor Hans Klok! Hans Klok! Dankjewel, Hans! Is dit echt... Mens, wat een tovenaar! Mijn boek! Een magier! Klopt het, Sinterklaas? Sinterklaas, het boek van Sinterklaas. Ja, iedereen staat erin.
Hans Klok staat er ook in. Oh. En Jeroen en Joris. En zijn Bobby? Nou, dat weet ik niet. Sinterklaas, maar het is wel Sinterklaas. Mijn... Hans Klok, blijf nog even, Hans. Ja, Sinterklaas, want dank u wel. We hebben nog een verrassing. We hebben nog een verrassing. Oh. Het is namelijk zo, Sinterklaas, dat wij hebben, toen u hier nog niet was, hebben wij met z'n allen, met alle jongens en meisjes, een lied ingestudeerd. Ja. Ja. En dat gaan we nu met z'n allen voor u zingen. Het is mijn lied, toch? Het lied wat... Nee. Sinterklaas, Ernst had een heel gek lied en dat zong hij hartstikke vals. Maar daarna heb ik een liedje gemaakt en dat gaat over u en het geven van cadeautjes. Zullen we dat eens met z'n allen zingen? Ja, maar Sinterklaas, we zingen het... Met alle jongens en meisjes, met alle papa's en mama's, maar ook met alle artiesten die hier vandaag opgetreden. Dus Bassie en Adriaan. En Jochem van Gelder. De N-Kids. En Goede Piet. Oh, dat zijn ze. Ja, Chaotic. En alle kinderen thuis natuurlijk, Ernst. Allemaal in de zaal. Ja. De zin geeft graag cadeautjes. Hij stopt ze in je schoen. Marsepein en pepernootjes. Oh jongens, ik geef die Sint een zoen. Daar komt ie. Want de Sint geeft cadeautjes. Met z'n allen. De Sint geeft cadeautjes. Natuurlijk jongens. De Sint geeft cadeautjes. Oh wat heerlijk. De Sint geeft cadeautjes. Ja, Sinterklaas is fijn. De Sint geeft cadeautjes. De Sint geeft cadeautjes. Soms groot, soms klein. De Sint geeft cadeautjes. Sinterklaas? Ik vind dit helemaal toppie. Helemaal toppie! Oh, helemaal toppie. Sinterklaas. Sinterklaas. Oh. Het is de grand finale, zoals het in de showbusiness heet. Wat is dat? Nou, dat... Het einde. Het toetje. En bij het einde hoort Sinterklaas, en zo hoort het nou één keer, dat u er vandoor gaat. Oh, het is tegelijkertijd het weggaan. Het is het weggaan, maar Sinterklaas... We zingen wel een lied. We zingen altijd, als u weggaat met alle jongens en meisjes... Zie, ginds komt de stoomboot uit Spanje weer. Nee, dat is niet waar. Niet goed? Nee, niet goed. Wat zingen we dan? Luister maar naar de zaal. Is hard! Ja. Dag, Zwarte Piet! Dag, Sinterklaasje! Luister, Sinterklaas, wat fijn dat u er was! Dag, Sinterklaasje! Dag, Piet! Sinterklaasje, dag, 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 Zwarte Piet.
dag Sinterklaasje, dag.